is niet mijn probleem, maar het moet natuurlijk wel opgelost worden. Daarom zit ik hier met een expert op het gebied van Midlifecrisis. Welkom bij Kind kan de Was doen. Mijn naam is Maxim Hartman en tegenover mij zit uh, Olivia. Klopt dat? Ja. Olivia, uh, misschien leuk voor de, voor de luisteraars en de kijkers om jou wat beter te leren kennen, dat je wat over jezelf vertelt. Um, nou, ik uh, hou heel erg van piano spelen. Ik heb zelf een piano thuis Maandag ga ik naar hockey, woensdag ga ik ook naar hockey, zaterdag ga ik ook naar hockey en dinsdag ga ik naar zangles. Zo, je hebt een vrij druk leven. Je bent volgende week uh, word je acht. Ja. Yeah. Uh, zie je er naar uit? Ja. Maak je er een beetje zenuwachtig over? Nee. Dat niet? Want ik weet al heel veel wat we gaan doen. Oké, okay, dus je laat je liever niet verrassen? Nee, maar verrassen dat is gewoon zo stom, want dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Dat uh, zit een beetje vast aan verrassen inderdaad. Ik heb je uitgenodigd, niet zozeer omdat je uh, uh, heel veel weet, want je bent daar eigenlijk nog een beetje te jong voor. Maar ik hoop wel dat je een frisse kijk op dingen hebt. Ja. Is dat zo? Ja. Dat komt heel goed uit, want ik heb je niet voor niks uitgenodigd. We gaan vandaag over een onderwerp praten: midlife crisis. De meeste kinderen weten niet wat het is, maar jij bent hoogbegaafd. Ja. Vertel. En nou, als je 40 of 50 bent, mm -hmm. dan, uh, dan is dat ongeveer de helft van je leven. En dan ben je. Ga je kijken wat je gaat doen? Je gaat, veel, je gaat bijvoorbeeld veel met je familie om. Of je gaat werken bij de gemeente. Of je gaat ja, bij iets anders. Maar als je het niet weet, dan kan je ook hele gekke dingen doen. Helemaal naar het buitenland gaan bijvoorbeeld. Waarom? Omdat je op de helft bent. Ja, en dan wil je wat gaan doen wat je nog nooit hebt gedaan. Want je hebt al heel veel beleefd. En misschien wil je dan iets anders gaan doen. Ja, waarom zou dat zijn? Uh, omdat het is niet leuk om elk. Kijk, als je de helft van je leven hebt. Om dat precies opnieuw te doen. Want dan is het niet meer zo leuk. Want je hebt het al een keer ja, beleefd. Mm. En dan is het stom om het nog een keer. Want Beetje als zonde. Je... Ja, want als je dan. Want dan kan je niks iets nieuws uitproberen. Want dan is de leven al voorbij. Mm. Maar waarom heb jij dat dan nog niet? Waarom gebeurt dat dan pas bij 40 of 50? Omdat de meeste mensen. die... Gaan dood op zijn honderdste of tachtig. Ja. En de meeste ki kinderen, die, die gaan niet zo snel dood op nee. één of twee. En wat vind je van uh, bijvoorbeeld een man of een vrouw die ineens heel erg op een motor gaat rijden. of een hele snelle sportauto gaat kopen. en dan heel erg doet alsof dus hij nog uh, twintig is? Nou, een beetje raar. Maar kijk, als hij het wil, dan wilt hij het. Dus dan doet hij het gewoon. Maar dat maakt ons niet zo heel veel uit, want wij zijn het niet. Nee, precies. Dus jij veroordeelt mensen die in een midlife crisis niet. Je bent eigenlijk best wel begripvol. Ja. Je snapt het wel een beetje. Ja. Denk je dat je zelf ook zo'n midlife crisis gaat krijgen over 40 jaar? Ik denk het wel, maar ja. En wat ga je dan veranderen? Nou, dat weet ik nog niet zo heel goed, want het is wel de toekomst. Klopt. Ga je daar nu al voor sparen? Dat je bijvoorbeeld nu al wat geld opzij zet voor misschien een botoxbehandeling? behandeling? Of... Ja. Is, Want weet je wat een botoxbehandeling al... nee. is? Nee. Oh, dat betekent dat als je rimpels krijgt, dat je dan denkt ik wil weer net zo'n glad huid, huidje als toen ik zeven was, en dan spuiten ze een soort spul in je, in je gezicht, net onder je huid, dan krijg je weer een heel kopie. Zo. Hallo. Ja. Ik, ik ben Olivia. Ik kan alleen niet meer zo goed lachen. Maar ik heb toch niet zo'n gezicht. Nee, maar nee dat is waar. Sorry. Maar ik bedoel meer, je krijgt dan een heel strak bekkie. Je hebt al een heel strak Becky, dus het kan bij jou niet. Bij jou heeft het geen zin. Nee. <laughs> Oké. Okay. Je hobby's. Mijn hobby's die zijn koekjes bakken, want dat vind ik heel erg leuk. Lezen is mijn hobby en kleuren mm -hmm. en verven. Maar die hobby's heb je ook gekozen uit een beetje verveling van ik moet eens iets wat anders doen. Ik neem aan dat jij als baby nog geen koekjes bakte. Nee. Dus je hebt eigenlijk al een mini. Mini midlife crisis gehad. Waarschijnlijk, hoe lang bak je al koekjes? Uh, nou, een half jaar nog. Precies. Dus een half jaar geleden heb jij een serieuze midlife crisis gehad. En toen heb je besloten om koekjes te gaan bakken. Ja, want vroeger kon ik niet. Toen ging ik wel kleuren. Dus Precies. ja, want kleuren doe je eigenlijk al je hele leven. Ja, ik wil niet opschrijven, maar ik kan wel heel goed kleuren. Maar hoeveel van die midlife crisis heb je al gehad? Ik heb. Dit jaar ook een midlife crisis gehad, omdat ik had, dit jaar ging ik, uh, skaten. Oh, maar dat ben je gaan doen om, om, uh, omdat je kriebels had. Van, ik wil dat ook een keer proberen. Ja. Je hebt al heel wat midlife crisis achter de rug. Ja. En uh, ik heb ook begrepen dat jij uh, wil gaan leren kickboksen. Ja. Klopt. Is dat je volgende... Midlife Crisis weer? Ja, want ik wou het niet om mijn zevende doen, want dan wordt het heel saai, want dan zit ik bij heel veel kleuters. Ja. Die wil gewoon hard slaan en schoppen. Ja. En als je acht bent, dan zit je wat meer bij grotere, me grotere kinderen. Oké. Okay. En dan kan je echt, bam iemand. Lekker. Zo. Heerlijk, toch? Ja. Je zo klink, helemaal zo. helemaal verbreizend. Ja. Ik, ik krijg een beetje de indruk dat jij heel erg uh, uh, veranderlijk en avontuurlijk bent ingesteld. Je houdt van ja. verandering. Ja. Dat is volgens mij toch ook een beetje wat midlife crisis is. Dat je op een gegeven moment denkt, nou zit ik al mijn hele leven bij dat verzekeringskantoor. Elke dag op en neer in de file. Ik word nooit echt rijk hier. Ik krijg drie weken vakantie. Nou wil ik eens wat anders met mijn leven. Ja, net zoals op school zitten of voor de klas staan. Want voor de klas staan krijg je ook best wel veel geld. En uh, gewoon als je op school zit, dan krijg je zes weken vakantie. Ja, dat is wel lekker hè. Ja. Even iets anders. Heb je wel eens dat je vriendinnen uh, hebt of had, en dat je dan zo veranderde dat die vriendinnen niet meer bij je pasten? Dat je denkt nee, ik moet andere vriendinnen hebben. Nee, want even een neertje die is wel wat anders dan mij, maar die vind ik nog steeds heel aardig. Ja. Dus het is niet zo omdat je zelf een midlife crisis hebt en ineens heel anders gaat doen, dat, dan, dat je dan ook je vrienden kwijtraakt en nieuwe vrienden moet zoeken. Nee, uh, zij is niet echt. Een skater. Zij heeft wel blonde haren. Zij is veel anders. Maar ik vind haar nog steeds heel aardig. Kan je als skater geen blonde haren hebben eigenlijk? Uh, ja, dat kan wel. Oh, maar je benoemde het echt zo van: ze heeft blonde haren. Nee, maar ik bedoel meer van: uh, ze gaat nooit naar de skatebaan. Want ze heeft geen stunstep. Ze heeft alleen zo'n micro step. En daar kan je niet met van af. Want dan val je echt dood. Nou, kan wel. Olivia, we gaan naar de oplossingen toe. Ja. Want uh, ja, anders zitten we hier over een uur nog te praten over jouw ja. avonturen. Je praat makkelijk, hè? Je vindt praten leuk. Ja. ja. Is het altijd al zo geweest? Ja, ik ben gewoon een praatskletsok. Dat wordt verzin ik. <laughs> ja, oké, okay, leuk woord. Uh, we gaan naar de oplossingen toe voor de midlife-crisis. Ik geef je twee ja. oplossingen en jij kiest de beste. A. Grote mensen moeten niet zo zeuren en zaniken. Zes <laughs> of zeven jaar oud zijn is veel zwaarder dan veertig. En jij hebt toch ook geen crisis? Dat is a of b. Iedereen krijgt op hun veertigste verjaardag automatisch een nieuwe baan, een nieuwe vrouw of man en een sportauto cadeau om de midlife crisis te voorkomen. A. a. Dus grote mensen moeten gewoon niet zo zeuren. Ja, ze zeuren altijd. Maar ik vind wel dat zeven of acht veel zwaarder is. Want dan moet je veel meer uh, school doen. En als je uh, werkt, dan hoef je minder te doen. Precies, dus stelt oh. me geen reet voor: het werk. Ja, Gewossene. Je zit een beetje op kantoor, interessant te doen. Uh, we hebben weer een meeting. Uh. Terwijl op school moet je echt beuken om erbij ja, te houden. Ja, want het is corona en dan mogen we hun lekker thuiswerken. Mogen ze eten wanneer ze willen. Maar op ja. school hebben we precies tijd. Ja. Oh, oh, Schiet zo op met die boterham, we moeten door naar de volgende les. Ja. Uh, mag ik even rustig eten misschien? Nee? Oké. Okay. Ja, en dan bij buitspelen mogen we veel minder. Want eerst mochten we ja, een uur en, en een kwartier. Een want, en nu gewoon nog maar drie ja. kwartier. Nog één uh, slotvraag? Vind je wel dat ik eruit zie alsof ik een midlife-crisis heb? Mm. Moet we heel lang nadenken. Ja. Twijfel je? Hij zei ja, dus... <laughs> nee, echt zelf? Eh, uh, nee. Goed zo. Super bedankt dat je geweest bent. Vond je het leuk? Ja. Oké, okay, nou, uh, hopelijk ga je nog heel veel problemen oplossen... want je, ik vind dat je een hele fijne energie hebt. Bedankt. Ja. Doei. Ga je goed. Wie zei ja? Kleren, hij, hij... hij ging Hij oh, de computer. Jong. Oedd y rotio.